Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gian Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 35 hier in Japan. Maar heb je die vorige race in Singapore gemist? Dan zal ik die eerst even terugkijken, zodat je deze dus gaat zien. We've had a few contract offers come in. You're doing really well. If you want to have a look there on the laptop. Heb je trouwens nog niet geabonneerd op dit kanaal? Gewoon even doen, abonneren vooral voor meer. En ram ook gelijk op dat belletje, zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er verbeterd kan of moet worden op deze video. Volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staan in de beschrijving. En we hadden van een aantal teams contracten gekregen, daar kijken we dan zo meteen even naar. Maar het klassement bij de coureurs en de constructeurs is gewoon goed. We leiden gewoon dik het klassement. En Ferrari heeft interesse in mij getoond. Red Bull en McLaren niet meer. Mercedes ook niet meer. Force India gaan wij ook nog even open houden. Maar Virgin mag weg. HRT mag weg. Toro Rosso mag weg. Hetzelfde geldt voor BMW Sauber. Lotus mag ook weg. En Force India... Ja, ik zit daar een beetje te twijfelen vanwege het salaris. Yeah, boy. En Ferrari blijft uiteraard open. Dus wie weet stappen we volgend seizoen in een van die auto's. Je weet het maar nooit. Bij Williams krijgen wij maar 12.500 dollar. Flink weinig. En dan zijn we aanbeland bij het natte circuit hier in Suzuka. De natte kwalificatie is dus van start gegaan. Missen gelijk de apex in bocht 1 en 2. We hebben hier een beetje moeite om de auto recht te krijgen. Komt vooral door onderstuur en overstuur. Daar schieten wij iets te wijd. En op naar de laatste bocht. En dat is... een 1.41.7. Voorlopig pole positie in handen. Kijken of wij ons nu kunnen verbeteren in de tweede run. De eerste twee bochten nemen wij in ieder geval veel beter dan onze vorige ronde. Oppassen, want de curbstones zijn hier spekglad op een nat circuit. Iets te veel in het grind. Tijd verloren. We zijn 72.000 langzamer. En hier is dan helaas misgegaan. Veel te veel snelheid meegenomen bij die korte chicane. En dat is einde ronde. Helaas voor ons. En dan moeten wij even zometeen iedereen voorbij laten gaan. Maar pakken toch pole. Niemand is sneller gegaan en iedereen rijdt langzaam in die regen. Goed gedaan, is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 35 van F1 2010 Career Mode. Dan zijn we aanbeland bij de grid hier in Suzuka, Japan. We trekken dus vanaf een pole positie. P1 dus, 0% kans op regen, dus dat is goed om te zien. Ik verwacht er niet te veel bijzonders van. We moeten gewoon de wedstrijd zien te domineren. En dan is het gewoon op naar de volgende race. Mijn team wil dat ik op de harde band wil starten. Dat kwam er niet lekker uit. Maar ik wil toch naar de zachte band. Even kijken naar de doel van deze sessie. Is 10e of hoger finishen. En gaan wat voor een... 50% setup, nat en droog. En dan is het op naar de race voor aflevering nummer 35 alweer. Hier in Japan. We trekken dus vanaf pole position, P1. De start wordt belangrijk, die wordt heel belangrijk. En kijken wat het gaat worden. Ben benieuwd. De
Rival Alonso op P4, wij dus op pole position voor de grote prijs van Japan voor aflevering nummer 35 van F1 2010. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we knijpen al gelijk die binnenkant af zodat Jensen Button er niet langs kan. Dat is voltooid. Hamilton naar P3, Alonso naar P4, maar wij behouden de leiding in de eerste bocht. Schumacher naar P4, knokt samen met Alonso voor die positie. En wij hebben mooi die P1 behouden, jazeker. Ook bij de S-secties gaat het goed. Mooie start. We zitten alweer in ronde nummer 5. Waarom? Er is niet zoveel gebeurd. Petrov naar P2, Massa naar P3, Rosberg naar P4. En wij duiken naar binnen, want de voorbanden zijn er helemaal aan. En gaan dan naar de harde band. En nog 6 rondes te gaan in de wedstrijd. De limiter line moeten we opletten en de pitbox. De vraag is, waar komen wij terug? 3.9. Wel een snelle pitstop voor F1 2010. En ik denk dat we achter Massa terechtkomen. Of achter Rosberg. Achter Nico Rosberg. Maar die kunnen we hier al gelijk aanvallen. Jazeker, dat was een gaatje en we doken ervoor. En dat is P3. Op naar Felipe Massa om die P2 af te pakken. We hebben meer pace in de banden. Massa rijdt op versleten softbanden volgens mij. Dus wij zouden er eenvoudig voorbij moeten komen. Hebben hier heel veel snelheid meegenomen. Bij de hairpin. We tikken helaas de achterkant aan. Ik zat even niet op te letten. En ramde Massa van achter. Jammer maar helaas. En Petrov nog steeds aan de leiding in de grote prijs. Daar aan die binnenkant lukt net niet. En de engineer zegt ja pas op met inhalen. Pas op voor de counter. Counter. Massa verdedigt, maar wij gaan er via de buitenkant langs. Jazeker. Goed hoor, en het is P2. Nu op naar Vitaly Petrov voor de leiding in de wedstrijd. Bewolking neemt toe hier in Suzuka. En in ronde nummer 7 zitten we er heel dicht op. En de ingenieur zegt, ja, zorg dat je Petrov voorbij gaat. Hier dan kijken, jammer. We konden net niet doorremmen, want Petrov gooide de deur daar dicht. En moeten het hier dan zometeen gaan proberen. Op dit wat rechtachtige stuk. Meer snelheid meenemen dan de Rus. Hij verdedigt die binnenkant. Maar we vinden daar toch een mooi gaatje. Remmen hem laat uit. En dat is de leiding veroverd. Met nog 4 rondes te gaan. Jazeker, doen het goed. Doen het heel erg goed. Rosberg op P4. Massa dus naar P3. Wij dus aan de leiding. En Vitaly Petrov op P2. Ho. Dat was iets te veel van het goede. Helaas een pionnetje meegenomen. En de auto dacht, ik ga lekker even een halve draai doen. Het is hier geen turnen, maar het is hier racen namelijk. Dus dat schiet je hier helemaal niks mee op. We zitten inmiddels in de laatste ronde van de wedstrijd. Alonso naar P2. Petrov weggeduwd van het podium. Rosberg naar het podium. Webber P4. Wij winnen hier, of gaan hier. Ho. Dat was iets te veel. Iets te veel van het goede. Ik denk ik wil er even die achterblijven inhalen, maar dat is dus mislukt. Nogmaals, wij winnen hier dus de grote prijs van Japan. Goed gedaan, is het op naar de volgende race. Brilliant! Brilliant! That's the double pole in the win! Oh, you legend! Wij winnen hier bij de grote prijs van Japan, jazeker. Daarachter Alonso en daarachter Nico Rosberg. Webber op P4, Massa P5, Button 6,
Hamilton 7, Petrov 8, Schumacher 9, Kobayashi voor het thuispubliek pakt een punt voor BMW Sauber. Vettel stelt teleur. P11, Barrichello stelt teleur. P18. Ai. Jammer. Heel erg jammer. Klassement. 400 punten dus behaald dit seizoen. Maar we moeten nog een aantal races te gaan. Alonso P2, Hamilton P3, daarachter Rosberg. En daarachter Button. Dus ja, dat is wel de top 5. Rosberg gaat vol in het gevecht met Lewis Hamilton om P3. Dat verschil is maar 3 punten. En ja, Barrichello, P14 met 21 punten. Jammer. Hij zit er niet zo goed bij dit seizoen. Misschien stappen wij ook over naar dit seizoen. En leiden gewoon dik het constructeursklassement met over de 100 punten verschil. Goed hoor. Jazeker. Nee, doen we dus helemaal niet. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb je genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Weet trouwens, duur op mijn kanaal. Abonneer je voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat even beter kan worden op de video zelf. Volg me even op de sociale media. @GiannanSchaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan weer met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.